Hoe kun je uitrekenen in welk land je moet gaan wonen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u, dank u. Goeiedag. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik wil het vandaag gaan hebben over kansberekenen, statistiek en eigenlijk een beetje meer over wiskundige formalisaties van dingen. En ik ga dat doen door te beginnen met een vraag die wellicht eigenlijk niet per se associaties met de wiskunde dan wel de statistiek bij u oproept. En dat is namelijk de vraag of u afgelopen zomer op vakantie bent geweest. Ik dacht misschien dat u een vingertje of iets dergelijks, een hand kan opsteken. Wie is er op vakantie geweest? Ik wel, dus ik hou me af. Bijna iedereen. Daar volgt misschien de logische vraag uit. Waarom zit hij dan hier? Vond u het niet leuk genoeg op vakantie om daar daadwerkelijk te blijven zitten? Dat is in ieder geval iets wat door mijn hoofd heen is gegaan. Ik had op een gegeven moment zoiets, of eigenlijk was het zo, ik was hier bijna niet geweest. Waarom niet? Ik was op vakantie en ik had het prima naar mijn zin. Ik zat op het strand in Frankrijk en achter mij staan wat foto's van een poppetje op een surfplank. En dat poppetje, dat ben ik. En het is best leuk om zo te surfen en het is leuk om op het strand te zitten. Het is leuk om niet naar je werk te gaan af en toe en gewoon rustig een wijntje te drinken 's avonds. Dus ik vermaakte me daar prima. En toen ging het door mij heen, misschien moet ik gewoon hierheen verhuizen en hier blijven wonen. Uiteindelijk heb ik niet die keuze gemaakt. En wat ik u ga proberen te vertellen vandaag is een beetje hoe je door middel van wiskunde, statistiek, kansberekenen, een beetje allerlei gerelateerde begrippen wellicht, zo'n keuze zou kunnen motiveren. Een van de eerste dingen waar je over moet gaan nadenken, wil je dat formaliseren, is dat je moet gaan nadenken over hoe kan ik nou een uitspraak doen over wat beter is of wat slechter is. Is het beter om hier te blijven of is het juist beter om te vertrekken? Hoe kan ik dat nou kwantificeren? Nou, ik kan zeggen, ik ben in bepaalde mate gelukkig op het moment dat ik hier blijf. Stel, ik kan mijn geluk hier een rapportcijfer geven. En laat ik voor het gemak even dat een 8 geven op de schaal van 1 tot 10. De rapportcijfers die u allemaal wel kent. Dus ik kan zeggen, mijn geluk hier is een 8. Ik heb het prima naar mijn zin. Ik vind het hartstikke leuk. Het is fijn om hier te zijn. Dat is het kwantificeren daarvan. En nou kunt u misschien zeggen, oké, als je dit allemaal aan geluk gaat ophangen en gaat kijken of je gelukkiger wordt in Frankrijk, is dat wel de bedoeling of is het wel zo dat we ons hele leven moeten structureren omtrent het maximaliseren van geluk? Mijn antwoord daarop zou zijn, ik weet niet wat het doel van het leven is. Ik ga het een beetje over statistiek hebben vandaag en niet over het doel van het leven. Dus het eerste stapje, geluk hier is een 8. Geluk als ik vertrek naar Frankrijk is wellicht een 10. Wellicht is het fantastisch daar. In ieder geval tijdens mijn vakantie was het daar fantastisch. En zou ik mijn geluk daar een 10 kunnen geven. Alleen, ik zei net al, ik vertrek naar Frankrijk. Ik weet niet of u op televisie ooit het programma Ik Vertrek heeft gezien. Daar zijn andere mensen die voor eenzelfde soort keuze hebben gestaan en die hebben bedacht, ja, ik ga vertrekken. Ik begin een hotel in een land waarvan ik de taal niet spreek, waarvan ik eigenlijk niet helemaal zeker weet of ik het hotel wel daadwerkelijk gekocht heb en waarvan ik geen idee heb wat die mensen daar uiteindelijk willen eten. Maar ik probeer voornamelijk geld te verdienen met mijn restaurant. Heel veel van die mensen komen gedesillusioneerd weer naar huis. Hun geluk daar waar ze heen gaan was uiteindelijk geen 10, maar was, weet ik veel, een 2. Heel erg laag. En dan kun je zeggen, oké, er is dus een kans dat mijn geluk groot is. En er is een kans dat mijn geluk klein is. Het woord kans, dat kennen we allemaal. Dat gebruiken we op heel veel momenten. Als we solliciteren bij een nieuwe baan, dan kun je daarna tegen je vrienden praten en zeggen hoe groot is de kans dat je die baan krijgt. Of inderdaad, hoe groot is de kans dat ik gelukkig word. Wat is de kans dat ik iets win in het casino. Het woord kans kennen we allemaal. Alleen wat ik ga proberen te doen, is dat woord een klein beetje formeler maken. Een klein beetje uitleggen hoe je kan nadenken over kansberekenen. En ik ga daarvoor een paar kleine tekeningetjes maken. En ik hoop dat dat enigszins lukt, dat u deze tekeningetjes achter mij kan zien. Want in de geschiedenis van het nadenken over kansen zou je kunnen zeggen dat de eerste mensen die echt gingen nadenken over kansen, dat waren mensen die aan het gokken waren. Dat waren mensen die deden spelletjes en die probeerden tijdens die spelletjes geld te winnen. En wat zij moesten weten was bijvoorbeeld, hoe vaak gaat zo'n dobbelsteen, als ik die nou gooi, hoe vaak gaat hij op een 6
komen en hoeveel geld moet ik daar tegenover zetten, zodat ik uiteindelijk dat geld ga winnen. Zij moesten iets met die kansen. Dat is waar de eerste formalisaties van kansen vandaan komen. En het meest simpele geval hiervan is het opgooien van een muntje. En ik moet zeggen, ik ga het tot vervelend toe hebben over het opgooien van muntjes. Maar het opgooien van een muntje is een mooi beginsel om na te gaan denken over kansen. Want stel, ik wil weten, wat is de kans op kop als ik een muntje opgooi? De kans P voor probability op kop, hetgeen wat ik wil dat er gebeurt. Wat is de kans op kop als ik een muntje opgooi? Een manier om daarover na te denken is om te zeggen, oké, de kans op kop als ik een muntje opgooi, die ga ik als volgt definiëren. Ik ga zeggen, ik gooi een aantal keer dat muntje op en ik tel hoe vaak dat muntje op kop komt. En dat ga ik delen door het aantal keer dat ik dat muntje op heb gegooid. Dus K het aantal keer gooien, K het aantal keer kop, gedeeld door G het aantal keer dat ik het muntje heb opgegooid. Als ik dit nou heel vaak doe en ik gooi heel vaak een muntje op, dus ik gooi een muntje op, ik vang hem, ik kijk ernaar, ik zie kop. Nog een keer, ik vang hem. Overigens, ik doe dit niet met een echt muntje, maar dat komt omdat ik heel slecht ben in vangen. Dus dit is het een beetje geworden. Ik doe zo en dan moet hij maar geloven dat het kop is. Kop, munt, aantal keer achter elkaar. Stel, ik gooi hem 4 keer op, het is 2 keer kop, dan kan ik zeggen 2 gedeeld door 4. De kans op kop is uiteindelijk 0,5. Die kans is een half. Dit is iets wat u waarschijnlijk allemaal wel kent als een formalisatie van kansen. En zo kunnen we dus nadenken over kansen. Sterker nog, een van de achterliggende ideeën hiervan is dat naarmate ik dat muntje steeds vaker opgooi, die kans zeg maar stabiliseert. Om het even zo te noemen. Kijk, als ik hem maar 1 keer opgooi en het is kop, dan is die kans 1 kennelijk. Maar als ik hem daarna nog een keer opgooi en het is munt, dan is het 1 gedeeld door 2 is een half. Doe ik het nog een keer, is het kop 2 gedeeld door 3. Dat gaat redelijk veel heen en weer. Maar op een gegeven moment, als ik het muntje 1000 keer heb opgegooid, en stel dat ik ongeveer 500 keer kop heb gehad, en het wordt dan 501 over 1001, dan verandert die kans niet zoveel meer. Oftewel, als ik het heel vaak doe, dan kan ik zeggen, dan stabiliseert het, even informeel, op de kans dat het muntje op kop komt. Nou, dat zijn kansen. En nu moet ik gaan nadenken over de kans dat ik gelukkig word als ik naar Frankrijk ga. Of de kans dat ik ongelukkig word als ik naar Frankrijk ga. En nu komt er misschien bij een aantal van u het idee op dat dat een beetje een rare vergelijking is. Want bij het muntje opgooien gaat dat wel. Nadenken over die kansen en hoe vaak dat allemaal gebeurt. Maar ik ga waarschijnlijk geen 1000, laat staan 1 miljoen keer naar Frankrijk verhuizen. Om uiteindelijk te stabiliseren wat de kans is dat ik gelukkig word. Dat gaat niet gebeuren. Maar we kunnen het op een andere manier bekijken. Wat we kunnen doen namelijk is kijken naar wat ik hier heb staan en even kijken naar wat de eigenschappen hiervan zijn. En op basis hiervan kan ik een aantal eigenschappen van die kansen afleiden. En ik ga er 3 met u doornemen. Er zijn 3 eigenschappen die je kan afleiden uit het idee van het vaak opgooien van een muntje. En een van die eigenschappen is de volgende, dat die kans op kop zal lopen tussen 0 en 1. Waarom? Als ik 10 keer dat muntje opgooi en ik heb 0 keer kop, dat is het ene extreem, dan heb ik 0 gedeeld door 10, is uiteindelijk 0. Dus dan is de kans 0. Is het laagste wat ik kan krijgen, want ik ga nooit minder dan 0 keer kop gooien. Als ik 10 keer heb gegooid, dan zal ik maximaal 10 keer kop krijgen. Dus het allerhoogste wat ik zal gooien, of de allerhoogste kans die ik zal vinden, die zal 1 zijn. Dus die kansen die lopen tussen 0 en 1 met 0 en 1 inclusief. Een tweede ding wat ik eruit kan halen, en dat is een wat abstractere formalisatie, is het idee dat de kans dat het experiment gebeurt, oftewel dat ik het muntje opgooi, dat die 1 is. Namelijk, als ik niet specifiek ga kijken naar kop, maar gewoon het muntje is opgegooid, nou dat gebeurt de hele tijd, iedere keer als ik een experiment deed, want daar was ik mee bezig, dus die kans is uiteindelijk 1. En tenslotte kan ik nog een derde eigenschap opschrijven. En dat is een eigenschap die vrij makkelijk af te leiden is als je gaat nadenken over de vraag, hoe groot is de kans dat het muntje op kop dan wel op munt komt? Dus 1 van de 2 verschillende opties. Nou, stel dat de kans op kop 0,5 was en de kans op munt dus ook 0,5, want ze moeten samen optellen tot 2. Daaruit kan ik uiteindelijk afleiden dat die kansen op 2 evenementen, of het een of het andere, bij elkaar op zouden moeten tellen. Dus de kans op kop plus de kans
op munt, die is gelijk aan de kans dat het muntje ofwel op kop ofwel op munt komt. En dan denkt u, god, waarom is hij daar allemaal mee bezig? Nou heb ik 3 dingen opgeschreven die je kan afleiden vanuit het opgooien van een muntje. Maar het mooie is dat ik vanuit die 3 dingen ook kan zeggen, hey, als ik nou nummertjes heb, nummers, getallen tussen de 0 en 1, en die getallen voldoen hieraan, oftewel die getallen beschrijven events, dingen waar ik in geïnteresseerd ben, en al die events bij elkaar opgeteld, die tellen op tot 1, want het experiment gebeurt altijd. En die dingen lopen tussen 0 en 1. En ik kan, als ik geïnteresseerd ben in dit event of dat event, ze bij elkaar optellen, dan kan ik dat een kans noemen. En vanaf dan ermee gaan rekenen alsof dit een kans is. Dus ik hoef dit niet meer heel vaak op te gooien. Ik kan gewoon zeggen, dit is hoe ik kansen formaliseer. En dan kom ik tot een volgend punt waarbij ik kan gaan zeggen, oké, hoe combineer ik die 2 dingen nou? Namelijk mijn inschattingen van hoe gelukkig ik word en de kansen van hoe gelukkig ik word, of de kansen dat een van die 2 dingen voorkomt, tot een oordeel of ik al of niet naar het buitenland verhuis. Laten we even beginnen met het idee dat mijn geluk een 8 is als ik hier blijf. Dat heb ik zojuist verteld. De vraag is natuurlijk, is mijn geluk als ik verhuis naar het buitenland groter of kleiner dan die 8? Als het groter is, dan ga ik. Als het kleiner is, dan blijf ik. Nou, laat ik eens wat opties opschrijven. Stel, het is allemaal zoals op vakantie. Het is allemaal zoals op vakantie, dan wordt het een 10. Want ik word hartstikke gelukkig, ik kan de hele dag op het strand zitten, lekker wijn drinken, surfen, dat soort dingen. Ik vermaak mij prima. Laat ik zeggen dat die kans, die is aanwezig, hè, want ik was er, ik vond het hartstikke leuk, maar het is niet heel erg groot. Laat ik die eens 1/4 noemen. Dus ik heb nou een kans dat mijn geluk een 10 wordt en die kans, die is 1/4. Dan kan ik ook zeggen, oké, er komt een scenario en dat scenario is, ik vertrek. Ik vertrek, oftewel, ik word doodongelukkig, want uiteindelijk heb ik daar een 2. Ik begin dat hotel, het hotel gaat failliet en ik kom met hangende pootjes weer terug. Laat ik daar ook 1/4 van maken. Een reële kans. En sorry, ik probeer hier te schrijven, maar het ziet er niet helemaal netjes uit. Maar ik heb dus vakantie, 10 kans van 1/4, 2 een kans van 1/4. En wat moet ik nu verder nog? Ik moet nog iets anders doen, want deze kansen tellen in ieder geval niet op tot 1. Maar wat zou iets logisch zijn? Het zou eigenlijk best wel logisch zijn dat alles gewoon the same, hetzelfde blijft. Als ik verhuis, dan zit ik wel aan het strand, maar ook daar moet ik werken voor mijn geld. Ook daar kan ik niet iedere avond lekker aan het strand zitten. Dus het blijft daar eigenlijk redelijk hetzelfde. Wederom een 8. En dat geef ik de kans van een 0.5. Nou is alleen de vraag, wat ga ik hier nou mee doen? Hoe bedenk ik nou uiteindelijk of die combinatie van al die gegevens hoger zal zijn dan die 8 die ik nu heb? En daar heeft men iets heel leuks op bedacht en dat heet de verwachte waarde van deze keuze maken. De verwachte waarde van dit uiteindelijke experiment van mij vertrekken al of niet naar het buitenland. En de verwachte waarde, dat is iets wat u eigenlijk allemaal wel enigszins kent. Namelijk, u kent dit als zijnde het gemiddelde. Als u bijvoorbeeld een dobbelsteen neemt en u gooit een dobbelsteen heel vaak op en u telt iedere keer het aantal ogen en u deelt dat door het aantal keer dat u dat heeft opgegooid, dan krijgt u de gemiddelde score van die dobbelsteen. Bij een dobbelsteen is dat 3,5. Maar waarom is dat 3,5? Een manier om daarover na te denken is om te zeggen, er zijn uitkomsten 1 tot en met 6 en die uitkomsten hebben allemaal een kans van 1/6. Wat ik iedere keer kan doen is zeggen, ik neem 1/6, dat is de kans, keer 1, dat is de waarde. Plus 1/6, wederom de kans, keer 2, dat is de waarde. En zo tel ik al die dingen bij elkaar op en dan kom ik uit op 3,5, de verwachte waarde van het aantal ogen bij het opgooien van een dobbelsteen. En precies datzelfde kan ik natuurlijk ook voor dit scenario doen. Ik kan zeggen, ik doe 10 maal 1/4, 10 keer 1/4, plus 2 keer 1/4, plus de 8 keer 1/2. En ik weet niet of je goed kan hoofdrekenen, maar dit komt uiteindelijk uit op een 7. Dus door na te denken over wat zijn mijn mogelijke opties, word ik daar al of niet gelukkiger? En hoe groot is nou die kans dat ik daar al of niet gelukkiger word?
kom ik uit op een 7. En die 7, dat is lager dan die 8. En daarom heb ik besloten om vandaag hier te staan, om in ieder geval nog een aantal colleges aan u te kunnen geven. Dus zo kunt u enigszins nadenken over kansen. En ik hoop dat ik u op deze manier heb laten zien, A, hoe je dingen kan kwantificeren, keuzes in onzekerheid, een beetje hoe je kan nadenken over kansen, en tenslotte wat een verwachte waarde is van een kans en hoe je die kan gebruiken om een beslissing te maken. En daar wilde ik het voor nu bij laten. In het volgende college ga ik proberen te kijken of u eigenlijk wel goed bent in het inschatten van kansen. Ik dank u wel.